van Beethoven of Bach. Toen je een sprong maakt naar nu, vind ik het heel ingewikkeld om te bepalen in hoeverre hij er nog is. Voor mij is hij in zekere zin dood. Maar die 15% die nog leeft, ja, dat is natuurlijk mijn broertje. Ik ben heel blij dat je gewekt bent. Weet je, ik ben heel blij dat je gewekt bent. Nou, dat is mooi. Heb je er zin in vandaag? Ja. Bach. Bach. Mooi. Jij heeft ook met Joroma heeft hij ook gespeeld. In de, weet je wel, die beroemde cellist en zo, ja. Heeft hij allemaal wel gedaan. En veel, veel gespeeld, ook in het buitenland. Goed. Is afgelopen. Oh, dat heb ik eigenlijk nooit gezegd. Het is de eerste keer dat ik dat zeg. Mamon. Nou, je kunt nu niet meer cello spelen. Op het ogenblik niet. Nee, nee. Nee. Vind je dat erg? Ja. Ik hoop, wat dacht je? Tobias die gaat verhuizen. Ben ik een vriendschap weer kwijt? Nou, ik hoop jouw vriend ontmoet. Ik wil verhuizen, maar ik wil niet weg. Nemen is mooi. Misschien ga ik niet jong. Zijn ze weer bezwommen? Maar misschien kun je mij vertellen. Ik hoop dat ik mijn verstand nog heb. Ik denk wel eens bij mezelf, het was beter geweest als hij toen was doodgegaan. Maar voor welke partij dat nou eigenlijk zo is, dat weet ik niet. Ik denk dat we liever hadden gehad dat hij... Dat het fataal was geweest. Ik wil echt mijn moeder. Dan weet je niet vergoed. Waarom wil je niet boem worden, Tobias? Wat zei je? Ik wil altijd verscheiden.